Hoe is het om heel veel geld te hebben? Is een vraag die jullie mij vaak stellen. En om het antwoord aan jullie uit te leggen door middel van een Career Mode video gaan we in dit avontuur, in deze nieuwe Career Mode Episodia, het team met het laagste transferbudget op FIFA, namelijk dit Roemeense team Academica dat ik in de Engelse vierde divisie heb gezet, proberen de rijkste club ter wereld te maken. Road to 1 miljard transferbudget. Het transferbudget als je bij Academica begint is 507.000 euro. Clubwaarde van 950.000 euro. Ik weet niet of dat ook de club is met de laagste value, laagste waarde. We gaan de striktheid onderhandelingen op streng zetten om het wederom wat moeilijker voor onszelf te maken. Dat heb ik voor jullie over. Dan worden de video's misschien langer, dan worden er meer video's en ik weet dat jullie dat willen. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan wij 1 miljard euro aan transferbudget krijgen met deze Roemeense Academica in Engeland? Door te scouten, door transfervrije spelers binnen te harken en dan uiteindelijk misschien wel te verkopen. In ieder geval zoveel mogelijk trucjes die ik in mijn arsenaal heb toepassen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Het wordt waarschijnlijk een career mode die redelijk lijkt op een Road to Glory. Omdat ik zoveel mogelijk talenten moet scouten die zo goed mogelijk moet maken. En op het moment dat zij op een hoogtepunt zitten moet verkopen. Want alleen dan kunnen wij deze challenge halen. Het kan niet zo zijn, waarschijnlijk gaat het niet zo zijn, laat ik het zo zeggen, dat het niet zo gaat zijn dat wij langzaam elk seizoen kunnen toewerken tot een hoger budget binnen ons team. Ik denk dat er op een gegeven moment een punt moet komen dat wij een fantastisch goed team hebben en dat we dan in één transferperiode alles moeten verkopen. Want als wij elk seizoen een speler verkopen voor 300 miljard, denk ik niet dat wij dat budget het volgende seizoen nog steeds hebben. Ik denk dat FIFA daar iets voor heeft. Dus er moet een moment zijn waarop wij alle zaadjes die wij geplant hebben gaan oogsten en gaan verkopen en we ineens weer afzakken als team. Misschien kunnen we dan nog een seizoen erachteraan plakken om te kijken hoe het dan met ons team gaat. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan hier op FC Roely. Ik kan niet wachten tot FIFA 22 met hopelijk een verbeterde career mode. Hopelijk een leuk ultimate team waar ik weer video's van kan maken. En hopelijk zijn jullie er dan nog steeds bij om te kijken naar die video's. Laten we ons team gaan ontmoeten. Het voordeel van dit Roemeense team in de vierde divisie van Engeland hebben is dat wij een aantal spelers hebben die volgens mij al wel redelijk boven het niveau zitten van de competitie. Zoals deze Popa, die 31 is, wel wat ouder. Dus we in principe in dat opzicht wel redelijk zouden moeten kunnen winnen van de teams die er nu in zitten. Maar ik weet niet of dat iets heel positiefs is, denk ik me nu terwijl ik dat zeg. Vandaar dat er ook een beetje een twijfel op mijn stem zat. Want als wij gelijk promoveren, zitten we gelijk in divisie hoger. En dat moet juist niet, want wij moeten zoveel mogelijk talenten scouten die we op de lange termijn goed kunnen maken. Eigenlijk moeten we 11 toptalenten hebben en dan omhoog gaan klimmen, zodat die alle 11 100 miljoen waard zijn en die dan tegelijk allemaal kunnen verkopen. Dat is wat we moeten hebben. Laten we ook gaan kijken naar het toptalent dat eventueel in onze jeugdopleiding zit. Ik denk dat het deze Saoedi-Arabië is. Iets klopt er niet. Iets klopt er niet. Je krijgt namelijk bijna altijd een toptalent. Alleen dat hebben wij nu niet. Ons transferbudget is 507.000 euro. Ons salarisbudget is 20.000 euro. Willen wij een goede scout inhuren? We hebben nu een 1-ster scout. Moeten wij rond de 2,8/3,2 miljoen hebben? Dat wordt een redelijk groot probleempje. Wat is de selectie die wij nu hebben? Ik zie daar, hey, Yannick Touré. Die we natuurlijk vorige keer in de vorige lange career mode tot een 93-rated speler hebben omgetoverd. Dus dat het kan zomaar gebeuren. Oké, we hebben een keeper die wel talentvol is. Wij hebben linksachter die wat ouder is. Hij is wat... Zit nou serieus iedereen stopt aan het einde van het seizoen of is uitgeleend of gaat straks met pensioen? Wat is dit nou allemaal? We hebben 20.000 euro salarisbudget. Hoe kunnen wij daar straks dan spelers van verlengen? What the fuck? We hebben meer spelers met een aflopend contract dit seizoen dan dat we spelers hebben die een langer contract hebben dan dat. Ik heb me meer zorgen gemaakt dan nodig was. Heel veel spelers hadden een aflopend contract, maar ze nemen allemaal genoegen met hetzelfde salaris als dat ze hadden. Ik denk dat het salaris wat ze nu hebben is afgestemd op de Roemeense competitie waar het team vandaan komt. En de vierde divisie van Engeland heeft over het algemeen een veel lager salaris. Dus kon ik iedereen zijn contract verlengen, terwijl er eigenlijk maar 3000 salarisbudget vanaf is gegaan dan. Waarschijnlijk wat vernieuwingen van tekenbonussen. Ik denk dat dat het is, dat ze tekenbonussen hebben gekregen. Dan moet ik zorgen dat het eerste team iets beter eruit gaat zien dan dat het er nu uitziet. Dit is onze aanvoerder, maar Moulin die is beter op die positie. Gasquini, dat is een Argentijnse centraal verdedigende middenvelder van 23. Ik denk dat hij nog wel een beetje kan gaan groeien. De reserve linksachter op de transferlijst zetten.
de centerback die wij nu nodig hebben op de transferlijst zetten. De 34-jarige verdediger op de transferlijst zetten. De rechtsachter hebben we wel nodig. Hij stopt aan het einde van het seizoen. Hem hebben we niet nodig. Hij is 21 en kan dan vast nog wel doorgroeien. Hij is 30, wel basisklant, maar heeft waarschijnlijk nog wel wat waarde over. Die gaan we lekker verkopen. Hem gaan we op de transferlijst zetten. Hij stopt aan het seizoen. Hij is 31 wel goed, maar hij heeft wel wat transferwaarde. Dus ik ga hem ook op de transferlijst zetten. Hij mag vanaf de transferlijst komen. Hij is uitgeleend, hebben we niet nodig. Dus dat mag ontbonden worden, want dat neemt alleen maar plek in de selectie op. Zo, ik hoop dat alle spelers verkocht gaan worden die op de transferlijst staan. Of dat ik in ieder geval goede biedingen binnenkrijg. Anders kunnen we helemaal niks. Kunnen we helemaal niks. Ik sluit het seizoen af met 500.000 aan niet uitgegeven toegewezen financiële middelen. We hebben nu 1,4 miljoen. Ik weet niet waar ze dat vandaan halen, maar oké, want dat staat er namelijk niet. Jeugdafdeling, nou graag namens bekendheid haal 10 wedstrijden waarin minstens 1 doelpunt wordt gemaakt. In thuiswedstrijden, nou ik hoop ook dat lukt. Binnen competitie, dat is ambitieus. Haal de laatste 16, is nog ambitieuzer. En geen salarisverhogingen. Nou, iedereen heeft nu een nieuw contract zonder salarisverhogingen. Dus dat moeten we wel kunnen doen. Ik ga maar wel gewoon alvast die slechte scout wegsturen. Het is er tenminste eentje. En die mag dan naar ons thuisland toe. Roemenië. Want ja, waarom ook niet? Hartstikke idee. Het pre-season toernooi is nog nooit zo belangrijk geweest. Want elke euro die we krijgen is een euro die hard nodig is. We verliezen de eerste van een Pools team dat ik niet ken. Dus hoogstwaarschijnlijk zullen we de andere twee wedstrijden tegen die Deense teams ook wel verliezen. En dan staan we met lege handen. De tweede wedstrijd tegen AC Horsens. Dat Deense team. En we spelen gelijk. Een puntje. Oké. Het andere team speelt ook gelijk. Dus als wij winnen. Ik denk dat wij moeten winnen en Warta Poznan moet winnen. Florin Achim heeft een transferbod. Nieuwe transfersom. 7,40. Behoorlijke pil. Maar ik heb de onderhandeling op streng gezet en ze gaan allemaal akkoord met het bod. Tegen Lyngby. Als wij winnen, maken we een kans. Het zou fantastisch zijn. We winnen. Wat is er bij die andere wedstrijd gebeurd? Warta Poznan heeft gewonnen. Volgens mij zijn we dan door. Volgens mij. We zijn niet door. We zijn niet door. We zijn in de eerste ronde uitgeschakeld. We gaan niet lang starten. We krijgen maar 350.000. Man. Zit nu al tegen. We hebben wel 475.000 gekregen voor Florin Achim. En we hebben een transferbod gekregen voor deze vriendelijke vriend. En die gaat ook geaccepteerd worden. Ons 23-jarige talent heeft een bieding gekregen. En ik heb er maar een ton op gegooid. En ik hoop dat die verkocht wordt. Dan zouden we genoeg hebben volgens mij voor één van die scouts. Kijk, nog meer. Ah joh, verkoop allemaal jongen. Ik heb het helemaal niet nodig. Daar gaan we de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Morecambe. Volgens mij best wel goed team voor de League 2. Als ik kijk naar de ratings en alles. We hebben alleen niet heel veel diepte. Maar we winnen wel. En dit is op zich helemaal niet verkeerd. Ik hoop gewoon dat we niet promoveren. Want dan hebben we een akelig groot probleem. Omdat we dus geen diepte hebben. Tegen Colchester moeten we nu. Het team is helemaal in vorm. Het heeft de smaak te pakken. Nogmaals is het diepte echt een probleem. We winnen weer. Volgens mij heb ik nog nooit de eerste twee wedstrijden van een career mode safe gewonnen. Die moeten ook nog dan een bekerwedstrijd tegen Plymouth. Die zit volgens mij ook bij ons in de competitie. En zoals je ziet begint nu het gebrek aan diepte al voor problemen te zorgen bij ons in het team. De bekerwedstrijd 2-1. Yes! Dat betekent geld voor de volgende ronde. En dat is de ik zeg altijd Carabao, maar het is Carabao. Ik zeg dat altijd verkeerd. Ik las dat in de reacties. Dankjewel. De volgende wedstrijd tegen de nummer 24. Dus dat zouden wij dan niet moeten winnen, maar wel gelijk. Cambridge United. Doelpuntloos gelijkspelletje. Erg saai, maar erg zakelijk. Ik simuleer wel een paar wedstrijden, want ik ben benieuwd wat de computer ervan gaat bakken. We winnen in de beker van Exchester City, dat is wel overtuigend. Dan simuleren we tot de eerste van het seizoen. En dan hopen we dat er dan scoutverslagen binnen zijn. En dat er ook spelers tussen zitten die potentie hebben, maar wel als 16 zijn, zodat ik ze kan vastleggen in het team. Niet dat ze 15 zijn met heel veel potentie, dat we ze nog niet kunnen gebruiken, zeg maar. Scoutverslagen, ja, daar zijn ze. Kom maar, dit is fantastisch. Hij heeft een heel goed potentieel. Hij is goed. Zij zijn niet zo goed, jongen. Die Brazilianen, die stellen je nooit teleur. Zeker. Vito Lorai. 750.000 euro. En hij is ook goed. Oké, de managerrating die gaat behoorlijk hard omhoog. Omdat dus al die jeugdspelers worden getekend. En dat waren blijkbaar allemaal spelers die we moesten hebben. Het is ook fijn, hè. Dat je dan goed ziet welke posities ze ongeveer hebben. Zijn ze aanvallen, middenvelden, wat dan ook. Die 1-ster scout, die is hopeloos. Die is echt hopeloos. Sterker nog, ik ga hem gewoon ontslaan. Die 1-ster scout. Want
Je hebt er niks aan. Je hebt er echt helemaal niks aan. We gaan gewoon een Engeland scouten voor deze. Het kost 3 ton om hem 9 maanden weg te sturen. Dat betekent dat ons transferbudget er nu als zo goed als doorheen is. Maar zoals je hier kan zien, we moeten nu bijvoorbeeld tegen Crawley spelen. En onze centrale verdedigers, die zitten toch wel zwaar in de mut. Nieuwe formatie, 4-2-3-1. Sommige talenten die al op de bank of in de basis starten. En die worden beloond, man, met een 3-0 nederlaag. Lekker. We zijn eigenlijk een soort van vlekkeloos door de transferperiode heen gedoken. Want ja, we kopen toch geen spelers. We hebben een beker verloren van Stoke. En we zitten nu in oktober 2020. En dat doe ik omdat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat er nu allemaal gebeurt. Het enige wat we willen zijn deze scout-updates. Waar hopelijk dan af en toe een lekker mals spelertje in zit. Kijk, deze Rosario Ferri. Fantastisch, moet ik hebben. Deze vriend, fantastisch, moet ik hebben. Deze vriend, die niet. Ja, ja, 6 ton. Volgens mij 1 miljoen. Alsjeblieft, laat dat een spits zijn. Alsjeblieft, laat dat een spits zijn. Oh, 1 miljoen, dat komt al in onze basis. Volgens mij, direct. Ik denk dat dat een speler is die direct bij ons in de basis komt. Hij is een rechtsbuiten. Nou, dan knallen wij heel die maand doorheen, joh. Dat boeit allemaal niks. Dat maakt allemaal niks uit. We hebben zo'n ontzettend goed team nu met al die talenten. En we winnen wedstrijden hier ineens. Hoe dat komt, geen idee. Oh, als dan die... Oh, als de toptalenten in de spits staat. Oh, dan kunnen we wel wat mee. We simuleren en we winnen alles. Dus dat ik niet echt op gerekend per se. Ik weet niet waarom dat ineens zo goed gaat. Riley Harper, kan die al omgezet worden? Ja, 62 spits. Promoveren naar volwassenen team. Fowler, centrale verdediger. Blijft hetzelfde. Ook promoveren naar volwassenen team. Scout-updatejes van Brazil. Oh, waarom ook niet? Deze beste man is 15. Hij is een CVM en hij is 50 rated. Hij kan niet verdedigen. Hij kan wel heel goed dribbelen en goed pasen voor zijn leeftijd en rating. CMetje, je weet het al. Je weet het al. Tegen Oldham Athletic moeten we nu. In de FA Cup. Dat is een team uit onze competitie, dus dat is wel gunstig. We verliezen wel met 3-1. Ik wilde zeggen dat is gunstig, want een beetje hetzelfde niveau. Maar 3-1 verliezen is redelijk overtuigend. We zijn uit de FA Cup in de eerste wedstrijd die we ervoor spelen. Terwijl ze toch de ambitie hadden uitgesproken, het bestuur. Oh, misschien ronde van 16, laatste 16. Dat is misschien wel goed. Oké, hij kan een CAM worden. Bam, 58. Fantastisch, niks meer aan doen. Wij staan eerste in de competitie. We hebben een managerrating van 93. Zo ontzettend goed gaat het. Ik heb nog wel heel veel van de originele selectie in het team staan. Dus dat is iets wat minder goed is. Want daar willen we uiteindelijk niet naartoe werken. We moeten nu tegen Bradford City snel simuleren. En we spelen gelijk. Helaas, helaas, helaas. Kai van Gijn kan zich niet aftrekken omdat Bradford heeft gewonnen. En ik weet niet of wij eerste blijven. Want we moeten niet promoveren. We moeten in deze competitie blijven. Dus hopen dat straks in de transferperiode in de winter er weer redelijk wat eerste teamspelers verkocht gaan worden. Die spelers kunnen we nu ook gewoon opstellen. Ons team wordt wel minder, maar dan krijgen ze in ieder geval speeltijd. We gaan waarschijnlijk wedstrijden van verliezen, maar dat maakt niet uit, want dat is niet ons doel. Dan maar zo en dan maar punten morsen. Op het moment dat hij bij ons in de team kan komen, dan gaan we los. Dan gaan we absoluut helemaal los. Wedstrijd tegen Bradford City. Winnen wij met 1-0. Die kunnen we in het zakje steken. Daar gaan we. De transferperiode 2020-2021. Bla bla bla. Scout updates. Die zijn belangrijk. De rest maakt mij niet zo heel veel uit. Hij is wel goed. Hij is wat minder goed. Kan wel goed worden. Maar dat is nu allemaal niet zo heel erg belangrijk voor ons. Hij heeft misschien een verkeerde positie. Hij heeft misschien ook een verkeerde positie. Doen we daarna. Checken we dat altijd wel. De Italianen dan. Ja, misschien verkeerde positie. Misschien verkeerde positie. Ik moet het allemaal gewoon goed eventjes kijken. En dan kijken of ze een positiewijziging kunnen doen. Of dat dan lukt. En dat ze dan heel veel waarde stijgen. En heel veel beter worden. Wat talenten die ik heb, die ga ik proberen toe te voegen aan de leenlijst. Moet je kijken naar deze tank. Dat is een spits. De fysiek is echt heel goed. Ze schieten niet. Ze pasen ook niet. Ze dribbelen ook niet heel erg. Ze verdedigen wel. Het lijkt mij geen spits. Het lijkt mij een middenvelder. We staan tweede nu. We hebben nog een wedstrijd te goed. Ik speel nu gewoon met een soort jeugdteam. Half jeugdteam. En dat komt omdat ik niet per se wil promoveren. We spelen wel goed. En omdat ik gewoon die jeugd wil opstellen. Dus het is heel erg dubbel. Kijk, we hebben nu die CVM. Die spits CVM. Die speelt nu gewoon. We winnen wel. Dus volgens mij gaan we alsnog gewoon promoveren. Oké. 2,8 miljoen. En hij is ook akelig goed. Het kan akelig goed worden. Die Alves die is nu ook al 67. En die is nog steeds 15. De 2 scouts zijn weer beschikbaar. Ik ga hem sturen naar Duitsland. Ja, gewoon 6 maanden. Zodat we niet elke keer dezelfde nationaliteit hebben. Dat het een beetje upgespiced wordt. En naar Colombia. Ja, Colombia. Ja, als ik het zo bekijk. En ik had het niet eens door. We hadden de laatste wedstrijd 100 tegen Cambridge United. Dat betekent dat we kampioen zijn. We zijn eerste geworden.
En dik ook. Nou, niet dik. Als zij winnen, dan scheelt het maar 3 punten. Wat goed. Nou, dat ik soort van wel verwacht, soort van niet verwacht. Want veel van onze spelers die zijn gewoon echt goed geworden. Kijk, een 70 weet het keeper voor de League 2 is heel goed. Zelfs als de rechtsmidden. Deze Argentijn die groeit ook. Het zijn een paar van de jeugdspelers die echt flinke stappen hebben gemaakt. Dat is lekker. Die Loray, die Harper, die Silva die we dus gescout hebben. Bernardi die blijft een beetje achter. Onze rechtsachter die op linksachter staat. Ja, redelijk wat potentie, maar we zijn nog niet uitgegroeid. Maar we kunnen wel al door. Daar gaan we een nieuw pre-season tournament. We gaan voor deze. Er zit Swindon Town in. Volgens mij de divisie waar we nu in zitten. Morecambe divisie waar we eerst in zaten. Hull City is weer een divisie hoger. Wij hebben een managerrating van 92 en 5 miljoen salarisbudget. Oké. En ik moet nog wat transfervrije spelers gaan scouten die ik hier zie staan. Veelbelovende spelers. Dat is fijn dat die selectie al voor ons gemaakt wordt. Dan hoef ik dat zelf minder goed te zoeken. Mensen vroegen ook aan mij hoe ik dat deed, dat zoeken. Nou, dat doe ik dus echt gewoon op de simpelste manier die er is als ik regens ga zoeken. Regens zijn vaak jong. Dan ga ik gewoon bij elke positie hier doelman kijken naar jonge spelers die transfervrij zijn. Moet ik wel eventjes instellen dan. Transfervrije spelers, keepers tot 21. En dan kijk ik naar de rating die je daar onderin beeld ziet staan. Doelman rating. Deze heeft 54 tot 64. Dat betekent dat hij ergens daartussen is. Als ik dan eentje zie staan waarvan ik denk, ja, deze bijvoorbeeld. Danilo Moro, 18 jaar, 62 tot 72. Toevoegen aan verlanglijst en het transferscherm. En die ga ik dan zo eventjes scouten. En dan zorg ik dat we weten wat hij is. Maar het is dus een regen. Doelman met een rating van 62 tot 72. Dus hij kan 62 zijn, maar hij kan ook 72 zijn. Als hij 72 is, fantastische keeper. Als hij 62 is, dan tweede doelman. Maar dan heb ik in ieder geval een talentvolle speler die ik misschien kan verhuren. Het ziet er naar uit dat wij geluk hebben. Want Melairo Bogarde, die wij wel eens eerder hebben gescout, is transfervrij. Die heeft volgens mij best wel wat potentie. En Englund, een Zweedse spits, is ook transfervrij. En Ibrahimovic zit niet meer in de game. Dus die is na 1 seizoen gewoon gestopt. En transfervrij nu zijn regen. Ja. Dus dan hebben we 3 spelers gecontracteerd. De eerste Englund, Ibra regen. Ja, die heeft heel goed dribbelen en heel goed snelheid. Hele goede snelheid. Alleen zijn afmaken is echt behoorlijk laag. Maar echt behoorlijk laag. Dus Bogardas 65 is fantastisch. Die kan lekker gaan spelen. Biem, bam, de boom. En Rogas, die is 63. En dan gaan we dan de eerste wedstrijd tegen Morecambe. En volgens mij hebben we die vorig seizoen dus wel een aantal keer verslagen. Dus het zou fijn zijn als dat nu ook lukt. Dat lukt met een doelpunt van onze Italiaanse Stea Emloray. We moeten dan ook nog tegen Swindon Town. Die moeten we wel echt winnen. Precies, Hull City wordt lastig. Die zijn een flink stuk beter. Dus als wij winnen nu van Swindon Town, dan zijn wij denk ik door naar de volgende ronde. Dus dat moeten we doen. Maar dat doen we niet. We verliezen en dan moeten we dus tegen Hull City. En dat is een kansloos verhaal, want die zijn gewoon echt heel veel beter dan dat wij zijn. Want die zitten ook volgens mij in divisie hoger. Bim, bam, boom, Hull City. Ja, nee, de kansloos. Kansloos. Eerste ronde eruit gevlogen, niet maximaal benut. Alen Kassoun, 17. 59 tot 79, potentieel 83 tot 94. En hij is 2,3 miljoen waard. Ja, Servië. Daar is hij. 64 CVM. Oh, lieve. Oh, mijn lord. En hij is... Oh, hij kan ook eindelijk naar het volwassenen team. Ja. Hartstikke deetje. Die hebben we ook 65 rated. Die kan dan wel bim bam boom hier gaan staan. Ja, kijk. Wat een diepte ineens. Wat lekker. Goed zeg. Daar gaan we. De eerste wedstrijd in de League One. Met alleen maar sterren, talenten. Alleen maar toppertjes. En wij verliezen. En Kassoun op zijn debuut. 2 keer geel. Is toch een beetje die Servische mentaliteit. Hè? Die agressie die er dan in zit. Terwijl het helemaal niet een agressief volk is. Adan Ferreira, een keeper van 2,1 miljoen. Ja, die hadden we nog niet. We hadden onze Roemeen. Maar die keeper is akelig lekker. De tweede wedstrijd tegen Burton Albion. Weer verloren. Ah, klote man. Ah, balen. Oh mijn god. Blokajo Kovacevic, 1,2 miljoen. 16 jaar. Fantastisch. Moet ik hebben. Valkenu, die heeft een transferbod van Club Leon. Onze eerste keeper. En we hebben die talentvolle Colombiaan die eigenlijk veel verder door kan groeien dan deze jongen. En hij doet het fantastisch hoor. Daar echt niks negatiefs over. Het is wel gewoon lekker als we hem kunnen verkopen. En dan die andere keeper gewoon als eerste keeper kunnen gebruiken. Daar gaan we natuurlijk wel op achteruit. But so be it. Oog op de toekomst. En dan hebben we ook gewoon als we hem verkopen veel geld hè. Dat moeten we niet onderschatten. Ik ga dat nu niet uitgeven. Maar ik ga dat wel uitgeven straks aan transfers in de... periode. In de winterse transferperiode bedoel ik. Hebben we hem verkocht? Onze eerste keeper. Want dan hebben wij geld. Ja, hebben we er geld erbij gekregen. Dat is mooi. Dan ga ik nu toch een reserve doelman binnenslepen. Deze Danilo Moro. Ik denk de regen van Buffon.
zodat we in ieder geval wel een reservekeeper hebben, want we hebben er nu maar één, die Colombiaan. Dat was het einde van de transferperiode. Wij hebben een best wel oké team. We zijn op een paar plekken dus achteruit gegaan, bijvoorbeeld de keeper. Als je kijkt naar Ferreira van 17 en de reservekeeper die we nu hebben, Moro van 19, ja, dan is dat toch lekker, weet je, dat je dat soort spelletjes allemaal hebt. We hebben deze Englund, de Ibra Regen, die eigenlijk veel beter is in de 4-3-3. Dat is iets waar we echt wel rekening mee moeten gaan houden. Bijvoorbeeld deze 4-3 controlerend. Als we dan die Englund hier buiten zetten, plus 7! Dus die moet gewoon eigenlijk gewoon een rechtsbuiten worden. En die Rojas, die is veel beter als spits. Dus misschien moeten we wel gewoon 4-3 gaan spelen. Leroy, die kan prima op CM spelen. En dan heb je Harper en Engeland die ze omdraait. Ja, ja, dit is hem. Toch weer die 4-3-3, hè? Toch weer die 4-3-3. Dan gaan we met een nieuwe opstelling. Dit is echt Louis van Gaal tactics, dit. Precies, gelijk tegen de nummer 1. Dat is gewoon een goed resultaat. Engeland, Ibra, Regen. Rechtsbuiten, 70. Ja, wat een goede keuze. Wat een goede keuze. En Rojas van een 64 RM naar een 67 spits. Ook keurig. Het belangrijkste is nu dat wij af en toe wat wedstrijden winnen. En niet omdat ik wil promoveren. Daar hebben we een slechte seizoenstart voor gehad. De reden dat ik veel wil winnen nu is omdat het team dan in vorm raakt. En spelers die in vorm zijn en een team dat in vorm is, dat groeit sneller. Daarom wil je ook niet te snel promoveren naar een zwaardere competitie. Omdat je team dan hele slechte resultaten haalt en je jeugdtalenten ook niet optimaal groeien. Ik denk dat er halverwege, ja precies, tiende. Helemaal prima. Helemaal goed. Ik heb deze Dreyer gescout. Dat is een 68 geleden Duitser van 17. Hij kan maar 83 potentieel krijgen, terwijl hij 68 is. Dus iets klopt hier niet helemaal. Maar wat het is, dat weet ik niet. Belangrijk moment, want we spelen in de tweede ronde van de FA Cup tegen Wigan Athletic. Ik zie dat zij een paar fitte spelers hebben, een paar spelers die minder fit zijn. Kunnen we winnen? Gelijk, dat betekent dat we een rematch moeten spelen, maar dat vind ik niet erg. De return tegen Wigan Athletic. Kom op, boys. Kom op. Hey, kom op. We spelen thuis nu. En we winnen. Kom op, FA Cup, volgende ronde! Ik weet niet waarom, maar het ging wel goed tot ik de laatste 4 wedstrijden simuleerde. Daar verloren we er 3 van en we speelden eentje gelijk. Dus dat is dan weer gelijk en even een hele dikke vette anticlimax. Sommige spelers zijn niet fit. Ah, daar had de computer natuurlijk geen rekening mee gehouden. FA Cup tegen Hull City, team dat volgens mij in de championship zit. Veel betere spelers dan dat wij hebben. We winnen! We winnen! Met een team dat niet helemaal fit is. Let's go! FA Cup strijders. Dat zijn wij. What the fuck? De Hull City. Veel beter team. Oké. Alves, we hebben het al eens eerder over gehad. Blablablue. Salaris. Oh jee. Oh jee. Ik dacht dat hij wilde meer spelen en hij wilde geen salaris. Zou hij vast nu een transferverzoek hebben ingediend? Waar staat hij? Heeft een transfer aangevraagd. Ja. Ja. Dikke vette rip. Ons toptalent van 16. Met een waarde van 3,6 miljoen. Een transferbod voor Alves. Ja. Dat is het lastige van deze situaties. Je kan hem geen nieuw salaris aanbieden. Want hij heeft een transfer aangevraagd. En hij blijft wel zeiken over dat hij een nieuw salaris wil. 16 jaar, 70 algemeen. Ja, die had heel erg door kunnen groeien. Laten we maar gewoon verkopen dan. Dan kijken of we er een ander toptalent voor terug kunnen kopen. Daar hebben we wel veel geld over namelijk. Dat ging soepel. Oké. Klote, ik had eigenlijk een doorverkoopclausule moeten doen, hè, bij dat soort talenten. Daar moet ik echt op letten dit seizoen. Dit zijn de spelers die zijn gevonden voor veelbelovend en basis elftal kwaliteit spelen. Ik denk dat sommige spelers, deze beste jongen, echt wel heel goed zijn. Maar ik denk ook, en ik ga maar gewoon scouten, want als ik naar zijn statistieken kijk, ja, dan zijn ze heel goed. Ik denk ook dat ze gewoon te goed zijn voor ons, heel eerlijk gezegd. Luke Matthewson zouden wij wel willen lenen, maar ik wil wel een optie tot koop hebben. Kloten. Nou ja, hopen dat hij nee zegt, want ik wil een optie tot koop. Oké, Baileys. Benader om te kopen. Hij kan op CM, hij kan op 7M, hij kan op RM. Echt talent. Ik denk dat hij echt wel van waarde gaat zijn voor ons team. Ik weet niet. Ik kan hem... YOLO Waterpolo, we doen het maar gewoon. Ik weet helemaal niks over hem. 2 miljoen. Oh, dat is een redelijk aanbod. Dan is hij dus niet zo goed als dat ik dacht. Maar als ik keek naar zijn statistieken, naar zijn lenigheid en zijn versnellingen, noem het allemaal op, dan was dat wel echt heel erg goed. Ik vertrouw hem. Ik gun hem vertrouwen. Ik heb vertrouwen in hem. Salaris. Hij wil een veelbelovende rol. 6.000. Redelijk aanbod. Te veel geboden. Maakt niet uit. Doen we maar gewoon. Matthewson, die moet niet komen. Want ik ben vergeten op een koopoptie te doen. Baileys 67. Oké. Niet per se basiskwaliteit. Wel iemand die echt wel door kan groeien, denk ik. Ik gun het hem, dat vertrouwen. Alves is verkocht voor 5,3 miljoen. We hebben er 3,6 miljoen bij gekregen. Zonde, zonde, zonde. Maar wel 9 miljoen nu. En dan is het tijd om ook eventjes te gaan kijken wat spelers zijn die wij kunnen kopen. Die heel veel potentie hebben. Dus niet alleen maar van die
transfervrije spelers. Nee, spenden. Splashen. Red Bull Salzburg heeft Amar Dedic. Ik weet dat dat in het echt best wel een oké talent is. En op FIFA heb ik hem ook wel eens voorbij zien komen met wat hoger potentieel. Onze rechtsback is op dit moment gewoon niet goed genoeg. Ik ga heel voorzichtig zijn, 2,3 miljoen bieden en hopen dat ze niet beledigd zijn. Ze willen dat en 1%. Dus dan heb ik echt op mijn gevoel perfect geboden. Salaris, hij wil belangrijk zijn. Belangrijk wisten wij net, is ongeveer 5.500. En daar zijn ze tevreden mee. En hebben wij een nieuwe rechtsachter. Ondanks dat we al wel twee rechtsachters hebben, waaronder deze Pashov. Maar Dedic is 67, dus biemenbammende boom. Hele goede uitgave. Tegen Lincoln, die staan 23ste met dus een nieuwe rechtsachter. Een nieuwe CM op de bank. Een aantal spelers die we missen. Ibarai Regen, die scoort. Ik ben tevreden met het team. Ik ben echt heel erg tevreden met het team op dit moment. Ik vind dat wij echt een hele goede basis hebben. We staan 12, dus dat is wat minder. Kijk, dit moeten wij dus doen. Jonge speler, 23, kan vast nog doorgroeien. Doorkoopclausule. Dat moeten we doen. Ronde 4 van de FA Cup tegen Watford. Ja, 2-2 moeten we een rematch spelen. Zo, tegen het championship team. Het is de transfer deadline day. Ik wil eigenlijk niemand meer verkopen. Want ik ben wel redelijk tevreden over hoe het gaat. We zitten niet extreem krap in de selectie. Is niet erg, dan ga ik zo eventjes wat ze delen in de jeugdafdeling. En dan zien we daar, Frek, Draaier, promoveren, biemer bam de boom. En dat is het eigenlijk. We gaan gewoon simuleren. We moeten in de FA Cup dus die return tegen Watford spelen. Hoe zal dat gaan? We verliezen. Dus dat betekent dat we uitgeschakeld zijn in de FA Cup. Dat is balen. Maar voor de rest, ik denk niet dat wij gaan promoveren. Ik denk niet dat wij gaan degraderen. Dat zou heel raar zijn. We winnen een paar wedstrijden. We verliezen een paar wedstrijden. Ik hoop dat spelers zich ontwikkelen. Betere spelers kunnen niet aantrekken. Omdat wij gewoon nog in de League One zitten. En ons team redelijk goed is. Dus wil ik iemand hebben die ongeveer 70 wedstrijden is. Dan zegt hij, ja, maar de competitie is niet competitief genoeg voor mij. We simuleren de laatste paar wedstrijden. We zitten volgens mij nu in de play-off plekken. Dat kan allemaal. Dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik wil eigenlijk ook niet promoveren. Zou ik heel erg van balen. Ons team is daar namelijk niet goed genoeg voor. En er zijn een aantal spelers die weg willen. Dus dat moet ook helemaal niet gebeuren. Maar als we deze twee wedstrijden winnen, wat wij doen, acht ik de kans groot dat wij nu andere wedstrijden zien die we moeten spelen tegen Plymouth. Nou, in ieder geval kan ik wel zeggen dat de computer de goede spelers opstelt. Want alleen Kasun die speelt niet, omdat Kaskini daar speelt. Dus dat is het enige. Maar voor de rest spelen alle spelers waarvan ik wil dat ze spelen wel. Ik kan nu de beste spelers gaan opstellen in de hoop dat wij winnen en dat we promoveren. Maar eigenlijk wil ik hem niet promoveren naar de championship. Dat is een avontuur op zich. Maar ja, laten we wel gewoon... We winnen met 4-0. Ik wilde zeggen, laten we wel gewoon realistisch en eerlijk zijn. En dan niet in één keer een heel slecht elftal opstellen. Omdat wij niet willen promoveren, omdat we dan in een probleem komen. Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben wij best wel een probleempje. Hij is fantastisch. Hij kan tussen de 90 en 94 worden. Promoveren. Die twee Colombianen, die hoef ik gewoon niet. Dus die mogen weg. De laatste wedstrijd tegen Plymouth. Iedereen, bim bam boom. Goed, fantastisch. Lage manager rating, omdat er spelers zijn die weg willen. Terwijl het allemaal fantastisch gaat en we nu naar de championship gaan. We winnen met 2-1. Moeten we nu nog tegen de winnaar volgens mij van Luton Town en Crew Alexandra. We moeten tegen Crew Alexandra. Nou, daar kan natuurlijk nog steeds altijd van alles fout gaan. Ik denk dat als wij zo overtuigd zijn van Plymouth... dat als wij nu simuleren tegen Crew Alexandra, dat het eigenlijk ook wel gewoon goed gaat. We hebben wel een managerprijs gewonnen. Manager van de maand. Helemaal fantastisch. Oké, Crew Alexandra. Gaan we promoveren naar de championship. Ja, back-to-back promotion naar de championship. Met ons Roemeense team in een Engelse competitieverband. Met alleen maar jeugdspelers eigenlijk zo'n beetje. Wat een avontuur. En wat gaat het anders dan dat ik had verwacht? En wat gaan we de volgende aflevering ook weer een ontzettend groot gezeik krijgen met al die spelers? En oh, ik heb er helemaal geen zin in, maar we moeten het. Op onze weg naar 100 miljoen. Oftewel 1 miljard. 1000 miljoen. 100.000. Ik ben heel erg bedankt voor het kijken. Blauw, neem stop zijn en ik check jullie allemaal later. Joejoe.